dinsdag 14 april. Afgelopen zaterdag werd in de Hilversumse muziektent op de Kerkbrink weer een nieuw muziekseizoen geopend. Wij spraken met ex-wethouder Karin Heerschop, die ook aanwezig was. Nou, het is vandaag de opening van het nieuwe seizoen. Vorig jaar hebben we een soort try-out seizoen gehad. En dit jaar doen we het nog eens dunnetjes over. We beginnen vandaag met het prachtige weer met drie optredens. Een optreden van twee Hilversumse rappers. Is het dansen voor het leven? Een dans om je hart en ziel aan over te geven. Dans met ons mee om eens te bestrijden. Dans met ons mee en help het stoppen van lijden. We hebben nu op de achtergrond horen we Café Noir, dat is een salonorkest. En om 3 uur krijgen we Gypsy Jazz van Basilie. En daarmee openen we dus het seizoen. Rode lijn voor dit seizoen is om jong talent extra aandacht te geven. Maar hoe denkt de organisatie deze jongeren te bereiken? 20 juni willen we een open podium voor kinderen organiseren. Dan krijgen kinderen uit Hilversum en omstreken de kans om op te treden. Ze kunnen zingen, dansen, muziek maken, noem het maar op, wat ze leuk vinden om te doen. Daar kunnen ze zich voor opgeven en dan krijgen ze gedurende de hele middag de kans. En dan hebben we een jury en die gaat kijken wat het niveau is en wat er allemaal wel en niet leuk aan is. En dan is er ook nog een prijs te winnen. Dus 20 juni wordt een leuke dag. Er is ook nog een hele hoop spel en andere attracties voor de kinderen. Dus dat wordt heel leuk. Verdwaal niet. Don't get lost. Automobilisten die over de Hilversumse weg Hilversum binnenkomen rijden, worden sinds vandaag geconfronteerd met dergelijke teksten op grote gele borden. De reden hiervan is de afsluiting van de Ring Noordwest. Verkeerscoördinator Wil Kamer vertelt wat er precies aan de hand is. Nou, dit bord staat op de weg van Laren Hilversum. Hè? Een van de toegangen tot het afgesloten gebied. Dit geeft in eerste instantie aan, hey, er is wat aan de hand in Hilversum. Maar bovendien vraagt het eigenlijk om goed op de omleidingsborden te letten. Het vraagt om de navigatie uit te zetten. Dat is eigenlijk het belangrijkste, want verderop staan omleidingen ook door wijken. En daar hebben we ook veiligheidsmaatregelen bij genomen, eenrichtingsverkeermaatregelen. Als je de TomTom aan laat staan en je volgt hem, dan kom je verkeerd uit. Dan kom je, in sommige gevallen kom je weer terug op het punt waar je begonnen bent. Wat is de reden dat de verkeersborden ook in het Engels worden aangegeven? In het Engels, dat is omdat we vorige jaren hebben gemerkt hoeveel Poolse vrachtwagenchauffeurs zich vastrijden in Hilversum, omdat ze geen idee hebben wat er op die borden staat. Wat zullen de inwoners van Hilversum merken van deze omleiding? Nou, bewoners van een aantal wijken merken daar veel van natuurlijk. We hebben omleidingen die beginnen al op de snelwegen. We hebben dan nog een omleiding hier bijvoorbeeld vanaf het Nijlplein de andere kant de ring langs. Maar dan ook nog omdat 70-80% van de mensen die over die ring Noordwest rijden dagelijks, die kennen de weg in Hilversum. Er zitten heel veel Hilversummers bij. Die kennen de weg, die gaan door die wijken rijden. En daarom hebben we ook door die wijken een geregelde omleiding aangegeven. Ja, die mensen krijgen een paar maanden lang veel verkeer langs. Rijdt u vaak met de auto door Hilversum? Kijk dan even op www.hilversumbeterbereikbaar.nl. Bewoners aan de Limburg van Stierumlaan zijn aan een ramp ontsnapt. Een kraan zakte met een wiel door het wegdek. Er was een grote kans dat het gevaarte op de huizen was gestort. Volgens ongeruste buurtbewoners dreigen er nog meer gaten te ontstaan door een instortend riool. De bouwvakkers bevestigen dat de rioleringen inderdaad beschadigingen hebben opgelopen. Over circa 2 dagen kan het verkeer weer over de Limburg van Stierumlaan rijden. Warme opening King's IJscafé. King's IJscafé is sinds 15 jaar een begrip in Hilversum. Na grondige renovatie is de zaak nu eindelijk weer open. Aan het roer staat nu een nieuwe eigenaar. Het lijkt mij een fantastische uitdaging. Het is een ijssalon met heel veel, hoe noem je dat, historie binnen Hilversum. Ik heb hartstikke veel zin en heel veel enthousiasme om hier wat moois van te maken en om fantastische ijs te gaan maken. Overigens een bijzonder nieuwtje voor de ijsliefhebbers. King's IJs blijft de hele winter open.
De uittip van vandaag. Violiste Lisa Jacobs en pianiste Xenia Kuzmenko geven vrijdag 17 april een concert in de Morgensterkerk in Hilversum. De aanvang van het Seinconcert is om 8:15. Vraag van de week. Vindt u dat de criminaliteit in Hilversum toeneemt? Ja, ik vind de laatste paar jaar, zeg maar, de laatste 10 jaar is dat wel verdubbeld, vind ik inderdaad. Ja, dat klopt. Ik kijk vaak op het nieuws, zeg maar, lokale nieuws, en zie ook dat er veel meer delicten zijn. Ja, denk ik wel. Gewoon dat je, ja, meer in de omgeving hoort dat er iemand beroofd is bijvoorbeeld. Of ja, zulke dingen, fietsen gestolen. Dat vind ik crimineel, ja. Ik krijg de indruk van wel. Omdat je op het nieuws natuurlijk veel meer van zulke verhalen hoort. Maar goed, dat kan natuurlijk dan ook zo zijn dat het nieuws dan juist steeds meer aandacht gaat besteden aan zulke verhalen. En dat het misschien in de werkelijkheid wel meevalt. Maar de indruk die je krijgt is inderdaad dat het crimineler wordt. Ik merk er niks van. Ik zie niet meer bushokjes kapot dan normaal. Nee, eigenlijk niet. Ik denk heel Nederland wordt steeds crimineler, krijg ik het idee. Althans, de agressie neemt wel toe, ja. Althans, dat is wel het beeld wat je ziet op journaals en zo. Ik werk zelf voor de Gooi in Eemlander. En toen de schietpartij hier onlangs plaatsvond, toen verzuchtte mijn hoofdruk wel even van... het is maar goed dat ik in Amsterdam woon, want hier is het niet veilig meer. Dus ja, in die zin. Ik woon in een huis waar bijna iedereen een strafblad heeft.